Ook dit seizoen konden wij de mol weer ontmaskeren dankzij de verborgen aanwijzingen. En zo konden wij er natuurlijk al achter komen dat Merel de mol was van 2019. Maar wederom kwamen deze verborgen aanwijzingen niet in de aflevering terecht en konden we ze nalezen op de website. Dat vond ik persoonlijk erg jammer en daarom heb ik voor jullie deze video gemaakt met alle verborgen aanwijzingen van Wie is de Mol 2019. Veel kijkplezier. De grootste hint naar de identiteit van de mol zat dit seizoen in de leader. Elke aflevering werd er een opdracht vervangen door puzzelstukken op het meer. Als je de eerste letters van de namen van de opdrachten door elkaar huzzelt, krijg je mol is IV. IV is het Romeinse cijfer voor 4, een verwijzing naar de mol. Merel komt als vierde persoon in de leader voor. Bovendien vormen de puzzelstukken samen een portretfoto van de mol. De mannen in het water nemen de mol op sleeptouw. De titel van aflevering 1. Als vanouds verwijzen alle afleveringstitels ook naar de mol. Uitgerekend, de titel van aflevering 2 refereert aan de mol die er tijdens de opdrachten op uit is om zelf het beste te krijgen. Bij vertellen probeert de mol zo min mogelijk geld te verdienen door verkeerde antwoorden te geven. Nee, tuurlijk niet. En bij uitstralen nam de mol geld weg van het laserparcours. De kandidaten konden allemaal hetzelfde geldbedrag verdienen, maar niemand heeft dat uitgerekend. De titel van aflevering 3 was niet gered. De mol verloor de opdracht stapelgek door de jokertoren te laten vallen. Tegenstander Evelien won 3 jokers en de mol had 3 tegen. Een anagram van de afleveringstitel. En bij de laatste opdracht optreden heeft de mol het niet gered om in het bijzijn van de hele groep ervoor te zorgen dat ze voor 30 minuten zouden gaan. Terwijl ze 45 minuten hadden afgesproken. Ook de opdrachttitels van deze aflevering wijzen naar de mol. Bij vlag het hangen is de mol in een shot te zien met de vlag van Colombia. En de mol was stapelgek door het blokje met het woord mol erop op het voorhoofd te houden. Ziet iemand mij überhaupt wel? De afleveringstitel Drukke Worden verwijst naar de mol die het in het hotel steeds drukker ziet worden na de executie op de daken. En verderop in aflevering 4 wordt er tijdens de opdracht Serenade ook gehint naar de identiteit van de mol. Op een balkon staat de tekst: het balkon van Merel eindigt op 13. De 13e letter van het alfabet is M. De M van Mol en van Merel. Bovendien staat de mol tijdens de opdracht op het goede balkon en zegt dan letterlijk: ik sta goed. Ik sta sowieso goed, want ik sta op 13. Verwijzing naar haar voorkennis en dus naar haar identiteit. Maar een mol zou dat natuurlijk nooit doen. En dus staat ze aan het einde van de opdracht op het verkeerde balkon. De titel van aflevering 5 was verblindend. De mol verblindt Robert door samen met hem de opdrachten straatbeeld en sleutelhanger goed uit te voeren. Hij ziet haar niet langer meer als hoofdverdachte en valt af. Aflevering 6 heeft als titel uithalen. Het is een verwijzing naar het uithalen van een molstreek tijdens de opdracht links-rechts. Op het einde van de opdracht bedraagt het totaalbedrag van de enveloppen 1200 euro, terwijl er 1900 euro te verdienen viel. Wie dat had uitgerekend, een verwijzing naar de titel van aflevering 2, had kunnen bedenken dat er tijdens de opdracht uitstralen geld is verduisterd dat nu goed van pas kwam. De mol haalde hoge geldbedragen uit de enveloppen en stopte er lagere in. De titel van aflevering 9 was Drijfveer. Bij de opdracht Stamhoofd kwamen er houten schijven voorbij drijven die door de mol in het water zijn gegooid. Het hoedje van de mol dreef weg en later was de mol in beeld met een veer. Daarnaast waren bij de opdracht doordraaien niet alleen de platen van de kandidaten te horen, maar ook de volgende nummers. 24K Magic, I'm Coming Out, Vision of Love en Ride With Me. De eerste letters van de woorden vormen Mol M, een directe verwijzing naar Mol Merel. En tenslotte, tijdens dezelfde opdracht was alleen de guilty pleasure van de mol niet te horen. Een mol houdt zijn pleziertjes liever geheim. Dit waren alle verborgen aanwijzingen zoals ze op de website van Wie is de Mol beschreven stonden. Wil je graag een aanwijzing teruglezen? Ga dan naar www.wieistemol.afrotros.nl. Bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je hem leuk. Vergeet hem vooral niet even te delen met je medemolloten en te abonneren op dit kanaal. Doe een duimpje omhoog en graag tot de volgende video.